super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van februari laten zien. Het is alweer maart, dus dan is het tijd om eventjes door te nemen welke producten ik heel erg fijn vond van februari. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik nou heel erg fijn vond, zou ik zeggen kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met een blush van Max & More. Dat is deze. Dit is de 110 Pink Scent. En dit is een set-in blush powder. Het is een blush van de Action, zoals je misschien al wel weet. En het is een hele mooie roze kleur. En hij brengt echt heel erg mooi aan. Hij is goed in te blenden. En ja, ik vind het echt een hele mooie blush. Hij is niet super aanwezig, maar hij heeft voldoende pigment. Maar hij geeft een wat zachtere gloed op het gezicht. En dat vind ik soms ook wel heel erg mooi om af te wisselen. Het doosje is gewoon gemaakt van stevig plastic. En ja, het is gewoon een opvallendere blush, zeg maar, die wel heel erg mooi is. En die voldoende pigment geeft en lekker low budget is. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Essence. Dit is het My Only One Eyeshadow Palette. Dit is de 01-22 Eye Catching Looks. En hier zitten dus 22 oogschaduwkleurtjes in. Er zitten ook twee dubbelzijdige sponsapplicators in. En zoals je ziet zijn het best wel heftige kleurtjes. Ik heb niet alle kleurtjes geprobeerd. Ik zal even wat van de poeder wegblazen, want het is wel echt een heel erg poederig palette. Maar de kleurtjes hebben wel echt heel veel pigment. Je kunt hier wel echt verschillende ooglooks mee maken, omdat je ook wat nude kleuren hebt. En dus ja, vooral veel felle kleurtjes. Je moet daar wel van houden, maar ik vind de oogschaduw heeft zoveel pigment. Je kunt er mooie ooglooks mee creëren en ook zijn de kleuren mooi in te blenden. Je hebt matte kleuren, maar je hebt ook shimmer kleuren. En dat maakt die paletten dan wel weer extra leuk. En gevarieerd, moet ik eerlijk zeggen. Dan heb ik twee lippaletten van Catrice. En ik zal even beginnen met het Creatrice Creamy Matte Lippaletten. Deze heeft de naam 010 Back to the Nudes. Zoals je dus ook kunt horen, is dit een palette met nude kleuren. Er zit ook een kleine tutorial op. Allereerst moet je de primer aanbrengen, dan de kleur en daarna kan je de lippoeder eroverheen aanbrengen. Er zitten 10 kleuren in. Bij de paletten zit ook een dubbelzijdige applicator waarmee je de kleuren kunt aanbrengen. De witte kleur is dus de basis, zeg maar. En de laatste kleur is de lippoeder. En het zijn dus, zoals je kunt zien, inderdaad nude kleuren. Ze zijn wat minder fel. Ze drogen echt heel mooi mat op. En ze blijven ook best wel lang zitten doordat ze mat opdrogen. In de deksel zit ook nog een spiegel, zoals je kunt zien. Heel mooi lippaletten. Ik moet zeggen, ik ben normaal niet zo heel erg fan van lippaletten. Omdat je het wat anders aanbrengt. Maar ik vond deze, de structuur van de lipproducten die erin zitten, is ook gewoon heel fijn. Dus dat is deze. Dat is de matte variant. En dan heb ik ook het Creatrice Vlumiel Lakke Paletten. Heeft de naam 020 Embellished Boldness. Nou, dit werkt eigenlijk hetzelfde als dat andere paletten. Hier heb je ook een lippoeder en dus een basis. En dit zijn echt glanzende felle kleuren. Ik vond het echt een hele mooie kleuren. Voldoende pigment. Het aanbrengen ging ook weer super makkelijk. Misschien nog wel makkelijker als het matte paletten. Omdat dit toch, ja, je ziet het ook eigenlijk al. Je ziet goed waarin ik heb gedipt. Omdat deze structuur nog weer fijner is dan van die matte. Maar het komt denk ik omdat deze glanzend is. Maar twee hele fijne lippalettes van Catrice. Dan heb ik een lippenbalsem. Dit is de Labellino Caring Lip Balm met raspberry en red apple. Dit is gewoon van de Labello lijn trouwens. Maar dit heeft de naam Labellino. Dit is een bolletje zoals je kan zien. Deze lijkt een beetje op, hoe heet die hele fijne lippenbalsems nou, die ook zo'n bolletje hebben. Goh, ik kom even niet op de naam. Ik zal het even hieronder neerzetten. Maar dit is dus inderdaad zo'n bolle lippenbalsem. Hij zou ook een beetje glans geven en een lichte kleur. Nou, dat zag ik bij deze niet. Hij gaf wel een beetje glans, maar heel subtiel kleurtje.
De geur is echt heerlijk en het brengt heel fijn aan. Is echt heel verzorgend. Ik hou wel van dit soort lippenbalsems, ook vooral als ik wat meer verzorging wil in de maanden dat het wat koud is. We zitten natuurlijk officieel nog in de winter, al hebben we de afgelopen tijd wel echt heel erg mooi weer gehad. Maar dan evengoed vind ik het fijn om mijn lippen te verzorgen. Deze Labellino is echt heel erg fijn. Dan heb ik een Holo to Prisma Holographic Stick van Catrice. Dat is deze. Dit is een highlighter met holografisch effect. Je ziet het eigenlijk al aan de top. Heel erg mooi ziet dat eruit. En je kunt deze omhoog en naar beneden draaien door het draaimechanisme. En hij heeft een zilveren glans. Zoals ik hem bekijk glittert hij wel meer mee. Maar dat kunnen jullie niet zo heel goed zien. Maar hij heeft een zilveren... hij laat zilveren highlighter achter op je gezicht. Ik breng dit zelf altijd aan voordat ik foundation opdoe. Omdat als je dit na je foundation doet, ten eerste je stick wordt heel erg vies. En ten tweede, je foundation kan ervan gaan verschuiven. Maar het is echt een hele pigmentvolle highlighter stick. En dat zie ik normaal niet zo heel erg vaak bij highlighter stick. Zoals van deze echt heel erg onder de indruk. Deze heeft de naam 010 Hyper Cosmos. Echt een hele fijne highlighter stick. Dan heb ik het California in a Box Bronzing Bronzer en Blush Palette. Dat is deze. Deze is ook van Catrice in een 010 Malibu Beach Collection. Op de achterkant staat een kleine tutorial. Handig als je er zelf niet zo in thuis bent. Hier zitten dus twee bronzers in, twee blushes en een special effect topcoat. Oftewel gewoon een highlighter. Hele mooie kleuren, pigmentvol. Ik was zelf onder de indruk van deze vooral en deze, want deze vond ik zelf het mooiste bij mijn gezicht passen. Deze is iets te licht voor mij, maar ik heb hem evengoed wel gebruikt. En die highlighter is echt super mooi. Ik vind het echt fijn dat dit zo'n all-in-one palette is. Heel handig ook als je bijvoorbeeld op vakantie zou gaan of zo, is zo'n all-in-one palette gewoon heel erg handig om mee te nemen. Want het neemt wat minder ruimte in dan dat je allemaal losse producten mee moet nemen. Heel erg mooi paletten. Ja, en ik vind het zelf ook wel leuk dat ze die op die achterkant, zeg maar, die afbeelding hebben geplaatst. Want... zo krijg je nog net meer het idee waar je nog meer kan contouren als je daar dus nog niet helemaal thuis in bent. Echt een heel erg mooi palette. Dan ben ik alweer toe aan het laatste product en dat is ook van Catrice. Dit is de Glitterizer Mixed and Match Eyeshadow Palette. Heeft de naam 010. Glitter is my favorite color. Ik zal hem eventjes openmaken. Dit is het palette. Je hebt hier base coats en hier twee top coats. Ik heb daar zelf niet mee gewerkt, want ik vond dat je dit ook gewoon bij elkaar kunt gebruiken. De top coat heb ik wel gebruikt, omdat dit een mooie highlight kleur is, maar die base coat eigenlijk niet. Ik heb vooral de glitterkleuren gebruikt. En ik moet zeggen, ze hebben echt veel pigment. Het is echt een heel erg mooi glitterpalette. Ik vind het wel meer een palette wat je meer pakt bij feestdagen dan dat je het zomaar even zou gebruiken. Maar het is... evengoed wel een heel erg mooi palette met mooie kleurtjes. Wel vind ik het jammer dat de oogschaduw dingetjes niet zo heel erg groot zijn. Dus de pens zijn vrij klein, waardoor je niet zo heel erg makkelijk kunt dippen. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Maar ondanks dat zijn de kleuren gewoon heel erg mooi van dit oogschaduw palette. En ben ik er wel heel erg blij mee. Dus deze... Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van februari. Het waren dit keer niet zo heel erg veel producten. Ik had in februari meer producten die ik niet fijn vond dan die ik fijn vond. Maar toch ja, zijn het wel een aantal producten die er ook echt uitspringen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien al eens producten hebben getest die ik heb je laten zien. Die ik je heb laten zien. Of misschien heb je zelf een product in je test zitten waar jij helemaal niet blij mee bent. Waar ik wel heel tevreden over ben. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik moet erbij zeggen, er zitten ook een aantal producten bij die het assortiment gaan verlaten. Volgens de website, dus bind me er niet op vast. Dat zou onder andere deze zijn. Deze twee paletten. Ook deze. En
deze en deze. En waarom laat ik ze je toch zien? Omdat ik ze nog had liggen en ik het toch fijn vind om ze nog te reviewen en mijn mening erover te geven. Het kan zijn dat het alsnog weer verandert, maar ik heb dit ook alleen maar van de website van deze producten, waar dus de afbeeldingen komen te staan van oké, deze producten gaan het assortiment verlaten. Dus vaak kun je ze dan nog op het laatste moment aanschaffen. Maar dat zal ook heel erg verschillen. Want ik heb het ook al een paar keer gehad dat ik producten dus naar voren had gehaald om te reviewen die het assortiment zouden gaan verlaten. En die uiteindelijk in het assortiment bleven. Dus ik meld het er even bij. Maar pin me er niet op vast als je ze alsnog gaat tegenkomen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Tot dan ook zeker even je duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk even gratis abonneren. Als je ook even op dat belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!